Yo mensen, vandaag weer een nieuwe bouwupdate. We staan op de berg en misschien zie je het al in de hoek. Er is koulo veel veranderd. Let op hè, allemaal stalen frames, zoals je kan zien. Oké, we gaan uit de pagode zo meteen, maar we gaan eerst nog even van andere kant kijken. Nou, zoals je kan zien, er is hier beton. Dat is volgens mij best wel nieuw. Hiervoor al tenminste. Nou, dit is sowieso dit ijzeren frame. Ja, Timo is er ook bij. Timo, hey, gekte, feestje. Hey. Boeien. Oké. Dit is dus nieuw dit. Zoals je kan zien, daar zo die koepel, die lag vorige keer, lag die nog op de grond. En dat was één ding kut. Eén, dat had ik ook in de video geschreven. Ik weet niet of jullie het snapten. Maar de vorige keer was ik 1 uur... Nadat wij deze bouwupdate hadden gemaakt, de vorige, stond die erop. Dus dat is echt kut. Maar ja, we wisten natuurlijk niet dat die toen erop werd gezet. Dus, we gaan van een andere plek bekijken. Zoals je kan zien, ze zijn de muren met betonnen blokken aan het bouwen, soort van. Kijk, met zijn hijskraan zijn ze een beetje aan het sjouwen zo en dan doen ze dat erop metselen of zo. Daar loopt iemand met zo'n paal op zijn schouder. Gewoon een goede nandel. Van de andere kant bekijken dan maar. Zoals je misschien wel kan zien, het komt nog fucking dichtbij, jongen. Ik zweer het, dat is echt misschien 2 meter van de hek vandaan, dan begint het gebouw al. En zullen we rennen naar de pagode, want anders moeten we wachten. Yo, rennen. Nou, we zijn er. We zijn op tijd, maar we hadden toch nooit meegekund. En we gaan omhoog, jongens. Whee! Daar zit zo'n wesp. Zie die? Hier op de ramp. What the fuck? Oké, we gaan hem ook. Op dat ding van de pagode, op dat hele tegengewicht, ik weet niet wat het is, maar dat lijkt echt op scheid, jongen. Zie die. Kijk, dat ding zit erop, jongen. Zie die. Ah, mooi. Ik vind echt skom, hoor. Echt skom. Hé, daar hebben ze... Ik weet niet of ik het kan zien, misschien kan ik het goed aanwijzen. Als je daar die koepel ziet, zie daar van die aluminium luchtschachtbuizen. Daar hebben ze ook al vastgemaakt voor de lucht... weet ik hoe dat heet. Ventilatie, daar ja. Maar kijk eens aan, ze zijn allemaal met die hijskranen zijn ze nou bezig. Oh, misschien kunnen we zien dat ze zo'n balk gaan optillen. Want kijk, ze hebben allemaal... Ja, dat gaan ze nou doen, daarom, dat kunnen we misschien zien. Maar kijk, je hebt er allemaal van die palen omhoog. Wat ze nou aan het doen zijn, is die palen aan de bovenkant verbinden. Dus misschien kunnen we dat zien, maar dat denk ik niet, want dat gaat echt sloom bij hun. Kijk, hij tilt hem al op met 1 kant. Nou, de andere kant nog waarschijnlijk. Geen idee, hij loopt wel weg of niet. Ah, scheid, ze doen het gewoon in 1 keer. Wij kunnen dat zonder 2, jongen. Wij doen dat gewoon met 1. Nee, stop met de rij, alsjeblieft. Kijk, we zijn gewoon zo ver mogelijk aan deze kant gelopen. Kijk, nou kunnen we het gewoon weer zien. Let op, kijk hem hangen. Volgens mij wil het niet goed hoe ze dat willen doen, hoor. Ja. Ik weet niet trouwens of dat je het gewoon kan zien, maar ze zijn er met die hijskraan van Van Riel, bouwbedrijf of zo, zijn ze balk. Oh, ze doen hem waarschijnlijk alleen verplaatsen, want kijk, zie die gast, die heeft hem aan de onderkant, kijk die gast die op dat blauwe ding, in dat bakje, die heeft hem zo vast. Oh, die zet hem op de muur. Ja, dat kan ook nog trouwens, ja. Oh, yes, we stoppen met draaien. Dus als we nou daar zo gaan staan, dan kunnen we het beter zien. Wat is dat? Een soort van. Mooi. Kijk, die gast heeft hem nou vast en hij probeert hem zo goed als op die... Ja, pinnen te duwen, maar de boom gaat ervoor, dus houdoe. Yo mensen, dit was de bouwupdate. Doe een like! En de Insta staat hieronder, of tenminste in beeld. Wat zeggen we dan? Doei. Houdoe hè. Wat zeggen we dan? Houdoe hè. Houdoe.